is een nieuwe review. Dit keer hier voor de voorjaarskermis van de carnavalskermis in Roermond. Dit is sowieso de eerste review van 2018. Hier staan allemaal gevaarlijke zaken. Natuurlijk de spierval van de naam. Van de rugkwalen van Weiland. Die heeft nog nooit gedaan. Helaas op de achtergrond, als je ziet, links in de hoek. Staat de breakdance van Hoefdavers. De breakdance die van Hoes. Ja, dames en heren, deze review starten we hier dan bij de breakdance van Hoefnagels, breakdance 3, de bar bij Hus, natuurlijk in Bremen. We kennen een tijd braadwoesten en dergelijke. Natuurlijk kan je een onride vinden op mijn YouTube kanaal Rick Eunings en hier zou ik wel wat leuke offride beelden van laten zien. Deze breakdance staat eigenlijk wel bekend om de slechte ritten, matige shows, want ze doen echt alleen pure muziek, soms een jingeltje, net zoals de breakdance 1 van Hoefnagels. Dat is daar ook bekend om, dus ja, het is van de familie Hoefnagels, dus het zegt meer dan genoeg. Want dan pakt hij eventjes hoge snelheid, dan zat hij nou naartoe gaan. En daarna zag hij meteen weer terug. Dus en dat vind ik best wel zonde. Ja, het zei ze. Dus. Na de breakdance 3, de breakdance gebouwd bij Hus van Hoefnagels gehad hebben, gaan we door naar de volgende attractie. Dat is Stevens, de attractie die achter mij staat. Dat is Stevens, de Speed Booster. En deze Speed Booster is gebouwd bij KMG en is Stevens ook een prototype. En deze rijdt nog steeds ronde van de Laan. En vroeger hebben we hier altijd twee van gehad. Eentje van Orderman, die heette tevens Cyborg. En deze heet dus Speed, ofwel Speed Booster van Van der Laan, gebouwd bij KMG. En natuurlijk laat ik hier leuke off-ride en on-ride beelden van zien. Ja, dames en heren, het leukste is. In België hebben we er ook eentje reizen in België. En die heet High Energy. Eigenlijk zijn hier niet echt zoveel gebouwd van deze speed boosters van KMG. Dat ze niet echt een aantrek zijn, denk ik. Maar mijn favoriete is die van Fabri. De kleine, de middelmatige en de grote booster.
Ja, dames en heren, Ivo, om nou een ritje gehad te hebben op de speed van de laan. Ivo, het waren lekkere goede ritten. Ivo, we gingen vooruit, achteruit, snel, langzaam, zoals je hoort te draaien. We hebben door naar de volgende attracties. En dan gaan we deze kant voorop. Die heet Adventure Island. De bouw is mij helaas niet bekend, deze exploitant ook niet, want deze kom ik eigenlijk niet zo vaak tegen en ik hou eigenlijk niet echt zoveel van loopzaken. Ik zou je wel wat leuke beelden van laten zien, maar er zal wel geen on-ride bij komen. Echt alleen een beetje off-ride beelden. Ja, dames en heren, eigenlijk wat me ook opvalt. Ik was hier vorig jaar in Roermond op de najaarskermis en deze stond er tevens toen ook. Dat vind ik best wel apart. Dat eigenlijk meestal hier ook een beetje dezelfde attracties, loopzaken en whatever staan. Naar de Adventure Island gehad, daar hebben we een loopzaak. Bouw helaas bij mij niet kent en deze ook de exploitant niet, sorry. Gaan we door naar de volgende attractie en dat is tevens de Muziek Express Hero. En die reist hier onder de naam van Vinyl. Het is een diepe rundbaan, eigen bouw. Dus natuurlijk krijg je ook wel wat leuke all-ride en off-ride beelden van te zien. Dus dat betekent, je weet nooit wat kan gebeuren. Sowieso, de volwassenen mensen zullen wel kennen. Dus kan je echt wel gaan zoenen. En ook hier draait ze vooruit en tegen ook achteruit de rugbaan. Ofwel Muziek Express. Okay,
Ja, dames en heren, Roos op een muziekgesprek gehad van Wijnand. Ivo, ja, het waren echt leuke ritten. Snel, langzaam, vooruit, achteruit. Echt leuke showtjes gewoon tussendoor met verlichting, rook, stroboscopen. Ja, het was echt een leuke rit. Echt een aanrader om deze rustplaats sowieso te gaan doen. Dus ik ben echt heel positief over. En zo gaan we door richting het laatste gedeelte van de kermis. Ja, dames en heren, zo komen we nou bij het laatste gedeelte. Dat is een kinderzaak. En die heet Davis Bigger Ride. Die kom je heel vaak bij ons in Roosendaal tegen, sowieso op de kaai. Natuurlijk laat ik hier wat off-ride beelden van zien. Maar ja, mij niet gezien om hier het all-ride in te gaan schieten. Naar de buggy ride gehad te hebben van Prinslaar en Legends, gaan we door naar het einde eigenlijk. En dit is zeg maar het rondje hier ook in Remont van de voorjaarskermis, eigenlijk carnavalskermis hier in Remont 2018. En vanaf hier zeg ik tegen u, groeiende punt.